Het is een hard gelach voor mensen met beleggingen of vastgoed, daar moet vanaf dit jaar aanzienlijk meer belasting over worden betaald, ook als de waarde ervan daalt. De fiscus werkt dit jaar met een verhoogd fictief rendement van 6,13%, waar dan weer 32% belasting over betaald moet worden. Belachelijk, vindt Jort Kelder het. De presentator van Op1 geeft een inkijkje in zijn beleggingsportefeuille. Hij laat zien dat zijn tech-aandelen inmiddels €72.000 in de min staan, een daling van ruim 41%. Hij schrijft: volgens de Belastingdienst ben ik 6,17% rijker geworden, dus 32% betalen, maar volgens mijn bank 41,11% armer. Rara. Onteigening die past bij een land met de vlakste inkomensverdeling ter wereld en een dalende, niet stijgende, vermogenskloof. Rijken, pik het niet. Een ander beleggingsmandje van Jort staat 11% in de min, goed voor een verlies van €43.000. De fiscale straf voor mijn andere ING-pakketje is principieel even fout, maar minder bars, 6,17% ondanks 40.000 verlies. Fiscus stuurde al brief, stort even 15 mil vooruit, kunnen politici weer fijn smijten. De Belastingdienst schrikt er in een tweet van dat Jort zelfs zijn voorlopige aanslag online gooit. Hoi Jort, ik zag je tweet met onze brief langskomen en wil hier even op reageren. Op de brief zijn persoonlijke gegevens zichtbaar, zoals je adres en aanslagnummer. Dit kan voor onveilige situaties zorgen, het is dus verstandig deze foto te verwijderen. Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK, heeft geen medelijden met de Opeenster. Hij twittert, ach Jort Kelder toch. De rijken pikken al eeuwenlang. Jort krijgt veel boze reacties. Ze pikken gewoon van de rijken, hard huilen, hard huilen, hard huilen, sterretje, einde cynisme, sterretje, zegt Bianca bijvoorbeeld. Mike, mag ik even kotsen? En Douwe, nou is dat geklaag van de vastgoedmannetjes de laatste tijd al gênant, maar deze oproep overtreft zelfs dat misschien nog wel.
Oh.